mensen, welkom bij weer een nieuwe 24 uur challenge hier op mijn kanaal. En jullie hebben hier heel veel naar gevraagd na de vorige video waarbij ik Amerikaans snoep ging eten. Vandaag ga ik 24 uur lang alleen maar Taki chips eten. Ja, jullie hebben het zo vaak achtergelaten dat ik er niet aan ontkwam. Dus vandaag ga ik het gaan doen. Ik ga vandaag 24 uur lang alleen maar die Taki chips eten. Dus ik heb er super veel zin in. Ik hoop jullie ook. Laat daarom sowieso even een like achter. Laten we zoveel mogelijk blauwe duimpjes mogen op deze video proberen. Laten we super nice zijn. Als wij sowieso de 1000 plus likes kunnen halen, zou dat echt top zijn. Ben je nu op mijn kanaal nog niet geabonneerd? Abonneer dan ook even. Klik dan even dat abonneer knopje hier beneden. Zou ik heel erg nice vinden, want support mij richting die 200k. Dus dankjewel als je dat hebt gedaan. Dikke SO naar jou. Maar ik ben dus net naar de Yamin gereden. Omdat ik dus van jullie te horen heb gekregen dat je bij de Yamin letterlijk die taakjes kan halen. Dus sowieso dikke SO naar jullie. Hoef ik het niet meer te bestellen en kan ik het gewoon direct halen. Zoals je kan zien, heb ik hier twee van die zakken Fuego's liggen, want dit vind ik de lekkerste. En van vorige keer heb ik hier nog die blauwe liggen. Die ga ik er gelijk even bij pakken. Ik weet niet hoeveel het er nog zijn. Voor mij zijn het er nog aardig veel. Kijk, dit is nog meer dan de helft van een zak. Dus die leggen we er ook bij. Dus hier moet ik vandaag deze 24 uur wel goed mee doorkomen. Dus het is meer dan genoeg. Plus deze zijn best wel pittig. Dus hier kan je er niet heel veel in één keer van eten. Dus dat moet ik gewoon verspreid over de dag een beetje gaan doen, denk ik. Dus dat komt sowieso goed. Dus het is best wel veel, zoals je kan zien. Dit is alles. Ik mag dus niks anders gaan eten dan die chips die daar liggen. Dus dat wordt leuk vandaag. Ik mag wel gewoon alles drinken deze keer. Dus daar ben ik blij mee. Spam gelijk even in de comments wat ik dus de volgende keer moet doen. Ik ben heel erg benieuwd wat ik de volgende 24 uur lang moet doen. Dus comment nu eventjes iets. En wie weet kies ik dus jouw comment de volgende keer uit. Dus spam gewoon even wat in de comments wat ik de volgende keer moet doen. 24 uur eten of drinken. Laat het weten. Strooien, dan gaan we maar beginnen met het maken van een bakje chips, want ik heb honger. Ik moet ontbijten. Het is tijd om een ontbijtje te maken, dus we gaan de allereerste zak openmaken. Ik weet natuurlijk hoe deze al proeft, want dikke SO naar de mensen die zeiden dat ik Amerikaans snoep moest proberen. Zo, hij wou even niet open. Kijk eens aan. Nou, de zak zit ook. What the fuck zit hierin? Huh? Wat is dit? Kijk wat voor rare chip hierin zit. What the heck? Oh, dat is zo pittig. Ah, dat chipje was echt heel erg heet. Oh mijn god, man. Wat ik zei, we gaan dus even een bakje vullen als ontbijt. Dan kan ik dat boven dus even lekker opgemeten. Dus ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Nou, zo. Niet al te veel, dames en heren, want ik moet deze hele dag nog doorkomen. En ik wil natuurlijk niet al te veel aankomen, want ik ben natuurlijk nog steeds bezig met afvallen. Dus de zak is dicht. Als afvallen, ik ben gewoon nu om een goed gewicht, maar ik hoef niet heel veel aan te komen. Zeg maar, dat is het meer. Dus, we hebben hier mijn ontbijt. Hier zien we het, hier zitten ze in. Het zijn er redelijk veel. Ze zijn ook knijterheet, dus als je ze zelf hebt geprobeerd, weet je dat je er niet heel veel van kan eten. En mijn drinken, mijn flesjes water, die ik ga drinken, omdat het best wel pittig is. Dus ik ga nu naar boven en dan gaan we lekker ontbijten. Dus let's go. Nou jongens, ik heb jullie even neergezet. Bakkie chips, gaan we lekker eten. En oh mijn god jongens, ik heb het is ontbijt. Maar eigenlijk heb ik helemaal geen zin om chips te ontbijten. Maar goed, ik moet het doen, want jullie hebben het allemaal massaal achtergelaten. We gaan ook gaan beginnen om... Ik ga niet liegen voor jullie. De chip is echt lekker. Echt perfect. Maar ze zijn zo pittig. Echt. Ik moet sowieso deze twee flessen water hebben. Anders gaat het me echt niet lukken. Maar goed, ik ga mijn best ervoor. Ik ga mijn best ervoor doen om zoveel mogelijk op te eten. Ik denk dat ik één zak wel opkrijg. Weet ik niet zeker, maar ik denk dat ik dan wel echt heel veel last van mijn buik ga krijgen. Omdat het zo pittig is. Laat even in de comments weten als jij taakjes hebt gegeten of jij ze pittig vindt. Ik vind ze wel heel erg pittig. Ik vind deze pittiger dan die blauwe. Maar ik heb een leuk idee voor vanavond met die blauwe en met deze. Dus dat ga je goed zien. Dus blijf deze video sowieso kijken tot het avondeten. Want dat gaat heel erg leuk worden. Maar ik ga weer verder eten. Ik ga lekker dit opchappen. Het gaat bijna fout. En dan ben je terug als het mooie bakje helemaal leeg gegeten is. En mijn moeder waarschijnlijk helemaal in de fik staat. Dus tot zo. Jullie zien het, dames en heren. Het bakje erop, die kan de vaatwasser in. Mijn hele mond staat in de brand. Ik zit best wel vol. Maar ik ga je er gelijk even laten zien wat het nadeel van deze chips eten is. En dat heeft te maken met je vingers. Kijk even hoe je vingers eruit zien na het eten van deze chips. Ze zitten helemaal onder dat spul waar die mee bedekt zijn. Maar als je dit nu mogelijk in je oog gaat wrijven, dan ben je echt dood. Dan ga je echt dood. Dus ik moet even mijn handen wassen. Ik moet even van mijn handen afkrijgen. En dan ben ik weer goed, zeg maar. Dan is er niks meer aan de hand. Maar dat is het enige nadeel. Dus als je deze chipjes eet en je gaat daarna in je ogen wrijven of iets, dan ben je echt zwaarder lul. Dus dat moet je doen. Maar mijn hand is schoon. Mijn ontbijt zit erop. Ik ga nog een flesje water pakken, want mijn mond staat zo erg in de fik. Dat is niet normaal. Maar goed, het ontbijt zit erin. We gaan straks even lunchen en een snackje tussendoor doen. Wat natuurlijk ook allemaal deze chipjes zijn. Zo, zit je opeens in de auto, dames en heren. We gaan even boodschappen doen. Want ik moet voor een andere video ook allemaal dingen hebben. Dus ik ben met mama. Hallo mama. Hi. Wij gaan even naar de supermarkt toe. Want dan kan ik dat morgen lekker opnemen. Zo werken die dingen. Zo moet ik inplannen, dames en heren. Dus mijn takies liggen nog lekker thuis. Die gaan we straks verder opchappen. Maar nu eerst eventjes boodschappen doen voor een andere video. Dus op naar de supermarkt. Let's go. Auto is geparkeerd. Daar is de Jumbo.
En daar gaan we even naar binnen. Dus let's go. Nou jongens, ik loop dus in de supermarkt. Ik loop lekker met het karretje. Ik moet dus product hebben voor een nieuwe video. Ik ga nu nog niet vertellen wat dat gaat zijn. Dat is lekker geheim voor jullie. Maar ik moet even goed gaan zoeken. Dus zoals je kan zien, we lopen hier lekker met het karretje. We zitten hier. En mama is daarachter. Ik weet niet, daar. Hier is mama. Kijk, daar komt ze. Daar zo. En ze is lekker dingen aan het uitzoeken. Maar ik moet zelf ook dingen uitzoeken. Dus ik ga even de producten zoeken die ik nodig heb. Ik weet niet of ik aan jullie gaan laten zien, want dan verklap ik gelijk het video idee. En dat vind ik nou niet zo erg leuk. Jullie komen er vanzelf wel achter, jongens. Nou, dat waren de boodschappen, dames en heren. Zoals ik zei, ik heb het niet gefilmd voor jullie. Want anders ja, kunnen jullie gelijk zien wat die video gaat zijn. En dat vind ik niet leuk. Dan is het niet meer zo erg leuk. Maar het is in ieder geval gelukt. Mama en ik gaan lekker naar huis toe. Mama is lekker aan het rijden. Dus op naar huis. Jij bent lekker aan het rijden. Om naar huis toe. En dan gaan we weer lekker taakjes eten. Want ik heb op zich wel zin om te lunchen. Het is ook wat tijd om te lunchen. Dus als ik daar als ik zo meteen thuis ben, gaan we weer lekker lunchen met taakjes. Dus tot zo meteen thuis. Zo, oh, het is best zwaar, man. God, man, nu. Aardige tas met spullen. Poeh. Lopen. Kom, ik loop door. Loop maar. Hoppa. Jongens, dit moet even de trap op. Oh, het is zo zwaar. We zien hoe laat het is, dames en heren. Ik heb mij denk ik toch een klein beetje vergist, maar door deze toch wel lekker vind ik. Ik denk dat ik deze boterhammen iets lekkerder vind, omdat ze minder pittig zijn. Deze staan aangegeven op de zak dat ze meer heet zijn, maar ik vind deze dus juist echt minder heet. Maar ja, prima lunch. Ik ga deze lekker opeten. En nogmaals, vanavond bij het avondeten ga ik iets leuks doen met beide taartjes. Dus ga dat sowieso blijven kijken. Maar ik wil eerlijk geven. Ik vind het veel lekkerder, dus ik denk dat ik met vanavond sowieso deze zak helemaal op ga eten, de blauwe. Maar is toen in de video van vorige keer maar 2 of 3 chips uitgepakt. Dus op zich was die zak eigenlijk nog helemaal nieuw, maar het zijn sowieso echt knijker lekker. Maar ik zag iemand ook commenten van, joh, die zakken zitten half leeg. En dat klopt, die zakken zijn heel erg groot, maar ze zitten bijna niet gevuld. Dat vind ik heel erg jammer, want ze zijn wel echt heel erg duur bij de Jamin. Voor 2 zakken moest ik namelijk 12 euro betalen, dat is 6 euro per zak. Dat vind ik redelijk duur, maar goed, ja. Kunnen we verder natuurlijk helemaal niks aan doen. Maar ze zijn eigenlijk best wel pittig. Hoe langer ik nu blijf praten, hoe pittiger ze zijn. Maar dit is mijn lunch, dames en heren. Deze ga ik nu lekker opchappen. En dan ga ik nog eventjes wat afmaken, want ik moet nog klein dingetje doen aan mijn video. En dan is die helemaal klaar om geüpload te worden vandaag. En dat willen we natuurlijk hebben. Maar ik ga nu eerst lekker lunchen en deze opchappen. Dus eet smakelijk. Zo, ik ga niet liegen voor jullie, dames en heren. Maar van deze chips krijg je echt buikpijn. Oh mijn god, mijn buik is zo erg aan het branden, jongen. Niet normaal. Ik heb al wat melk gedronken net eventjes om het hopelijk wat binnen te laten worden. En wat rustig in mijn buik te laten worden. Maar ik ben het gewoon niet meer gewend. Ik ben niet meer zo gewend om pittig te eten. Mijn haar ziet er ook niet echt uit. Maar oh mijn god, het is een beetje aan het borrelen, zeg maar, mijn buik. Dat is niet echt fijn. Dus ik zou je niet aanraden om een hele zak van die taartjes leeg te gaan eten. Want dan ga je sowieso bad. En wat doe ik vandaag? Ik ga easy zo'n zak leeg eten. Want ik moet natuurlijk vanavond ook nog avond eten. Dus dat gaat wat worden. Ik hoop alleen niet dat ik last krijg met naar de wc gaan of iets in die richting. Maar goed, we gaan het meemaken. Tot nu toe, in ieder geval, het brandt zeg maar gewoon hier. Dit is gewoon je maag, zeg maar. Ik heb een soort van maagzuur, denk ik. Dus misschien moet ik even ietsje daartegen gaan nemen. Lieve mensen, daar ben ik weer. Het is op dit moment, moet ik even op mijn horloge kijken, 7:15. En ik vind het wel tijd om aan te eten. Ik ben even bezig geweest met het opnemen en editen van een andere video. Die is gelukkig helemaal afgekomen en klaar. Het is tijd om de avond te eten. En ja, wat mogen we avond eten? Jullie weten het al natuurlijk. De takkies. We mogen alleen takkies eten. Maar wat ik voor het avondeten dus ga doen is deze 2 zakken die je hier ziet mixen met elkaar. Ik ga ze allebei dus door elkaar heen als avondeten waar ik ze allebei dus kan afwisselen. Dus ik ga jullie even neerzetten. Dan kunnen jullie goed meekijken. We hebben het bakje van vanmiddag nog. Je ziet de blauwe kruimels er nog in zitten. Maar we gaan de eerste zak dus even openmaken. Ja, dit wordt lekker hoor, dames en heren. Dit gaat er eentje worden. Hier gaan we dus een paar van in het bakje gooien. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Kijk, daar gaan we. Nou, hoppatee. Ik moet er wel even bij vermelden dat ik niet al te veel honger heb. Want de buikpijn die je van deze dingen krijgt is echt absurd. Je krijgt hier zoveel buikpijn van als je te veel ervan eet. Of ik kan gewoon niet meer tegen pittig eten. Als je er zelf tegen kan, kan je dit waarschijnlijk gewoon oneindig blijven eten. Maar we hebben natuurlijk ook de blauwe zak die we erbij gaan doen. Kijk eens aan, dit gaat er leuk uitzien hoor, dames en heren. Dit gaat er wel even lekker uitzien. Zo, ik vind die blauwe lekkerder. Daar hebben we er ook gewoon een paar van. En dan hebben we hier ons avondeten. Ja, ja. Ik ga het even een beetje voor elkaar husselen. Als we het een beetje voor husselen. Kijk eens aan. Ons avondeten. Takkies door elkaar, dames en heren. Of takkies, hoe je dit ook wil noemen. De 2 smaken. Deze hebben we erbij, want die ga ik zeker nodig hebben. En dan ga ik lekker avondeten. Want heb ik honger? Nee. Moet ik eten? Ja. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk. Daar gaan we. Jongens, daar ben ik weer. Ik heb mijn avondeten nog niet op, kan ik jullie vertellen. Dit is nog van over. Dit is niet heel veel meer, maar mijn mond, mijn maag en mijn keel.
Het staat zo in de brand van deze chips, het is niet normaal. Ik krijg het gewoon niet weg. Ik heb mijn ene waterfles hier, is op van net. Ik heb hier nog één, die is voor de helft ook weer op. Maar, ik heb het zo ontiegelijk warm, echt niet in. Ik heb gewoon een halve zweetaanval. Ik weet niet, ik krijg dit gewoon niet weg. Het gaat gewoon niet bekilderen. Dus ik hoop dat jullie het even kunnen begrijpen, dat het gewoon even absurd pikant gewoon is. Ik ga zo eerst even douchen. Dan ga ik nog even een poging wagen om het, om het op te eten. Maar ik zie gewoon aan mijn gezicht dat ik vocht vasthoud, omdat het zo warm is. Het is echt niet normaal, jongens, echt. Oh, ik kan in ieder geval aanraden geen 24 uur lang taartjes eten, want dat gaat niet goed. Dat is een ding die ik je sowieso afraad, maar ik ga het headsetje even afdoen. Die ga ik even neerleggen. Dan ga ik eventjes lekker douchen. Dan ben ik zo meteen weer terug na het douchen. Dan ga ik even hopelijk maar even wassen, want dit ziet er ook natuurlijk niet uit. Dan ga ik ook even kijken of ik die chipjes op kan eten, maar ik voel me niet goed. Dat is één update die ik jullie nu even meegeef. Zo, aan mijn haar kan je het wel zien. Ik heb gedoucht, dames en heren. Mijn shirt zit ook binnenstebuiten, dat ga ik zo meteen wel fixen. Maar eerst is het tijd om dit op te eten. Ik heb doorgegeven dat er nog maar 2 in zaten. Dus het is tijd om die laatste 2 takkies op te gaan eten. En ik ben nog steeds, ja, ik voel me nog steeds niet goed. Maar goed, de laatste 2 takkies hier zijn, dames en heren. Die gaan nu met keel in, dus we gaan, hè. Wow. Dit is gewoon niet meer lekker als ik zoveel eet vandaag. Mijn hele mond doet gewoon pijn. Mijn maag doet pijn. Alleen nog maar water drinken, want anders gaat het echt fout met mij. Ik voel me echt niet tof. En ik gooi nog missen ook. Wat ben ik voor mijn gom? Ik ben helemaal nat. Oh mijn god. Oh, zo. We zijn een aantal uur verder, dames en heren. Ik weet niet of jullie het even kunnen zien. Kijk maar mee. Het is op dit moment, zoals je kan zien, bijna 9:30. En ik ben zo dood aan het gaan. Ik ga echt bed. Ik ga echt bed van deze challenge. Dus ik kan jullie bij deze al aanraden. Eet nooit te veel takjes of takjes of wat dan ook. Dan ga je niet goed voelen. Ik voel me echt niet best gewoon. Ik heb letterlijk heel de avond in bed TikTok zitten kijken. Af en toe dacht ik dat ik naar de wc moest, maar dat is niet zo gelukkig. Maar oh mijn god, ik heb echt pijn in mijn maag, pijn in mijn buik. Het is gewoon niet meer leuk. Het is echt niet meer leuk. Ik zie er voor me ook echt fucked up uit. What the fuck, deze challenge is echt niet goed geweest voor mij, dames en heren. Ik zweer het je. Oh, maar goed. De 24 uur voor mij zit erop. Ik ga geen takjes meer eten. Voorlopig niet, dus kom niet aan dat ik nog een keer takjes moet eten. Laat een andere challenge achter wat ik 24 uur lang moet doen. Wie weet kies ik jouw challenge, maar geen takjes, dames en heren. Want dan ga ik echt dood, ik zweer het.